als we straks gaan landen, ik ga op tijd zeggen in welk veld dat we de bal gaan lezen, dat je moet klaarmaken voor het landen. Dan draait u met uw gezicht naar mij, dat je zo in de man staat. En dan kun je links en rechts overal lussen vastnemen. Links en rechts een lus. En op het moment dat we de grond raken, de knieën een klein beetje plooien. Niet helemaal gerukt gaan zitten, maar gewoon dat je niet met stijve benen rechts staat om ineens wel een schop op te vangen. Er zijn verschillende soorten landingen. Bij rustig weer zoals vandaag. Zijn dat we de grond raken. We gaan zien dat ook echt zitten. Dat is een mond, even te 2 meter verder op de grond trekt. En dat we daar ook met de mat en de mond recht op blijven staan. Ja, een derde soort landing, als er heel veel wind zit, dat ik een heel aan veld. Het kan zijn dat ik beslis om de ballon. Dat gaat helemaal open trekken van boven. Ja, Kevin. Ja, de man mag om. Mooi de mond duwen.